We hebben drie proefde feestdagen bij Sligro in Leiden. Die drie dagen willen wij mensen inspireren met de prachtige ingrediënten die bij Sligro te koop zijn. Dit is de run-up naar de kerst om inspiratie te doen. Ondernemers, horeca ondernemers, MKB'ers die zoiets hebben van wat ga ik nou eigenlijk met kerst klaarmaken of straks met oud en nieuw. We maken zelf de taarten, de bodem is kant en klaar en je kan naar eigen inspiratie je hele taart opbouwen met alle materialen die wij verkopen. Deze dagen laten we alle mensen zien wat we in huis hebben en proberen we ze te inspireren. Wij zijn natuurlijk van de verse vis en we hebben gekozen voor een makkelijk en inspiratie sushi. Dus wel bekend bij iedereen. Maar we hebben een beetje een easy variant erop gemaakt. Gewoon met een makkelijke ijsknijper. Maak je een bolletje. Een beetje wasabi mayonaise. Octopus. En een beetje tobiko. Het is licht verteerbaar. Het is snel. Het is makkelijk. Mensen vinden het allemaal lekker. Goedemiddag, ik heb hier voor u een cracker van geslagen met cranberry en nootjes. Met een varkenspaté erbovenop, met een paté en croûte. Dat betekent dat er een bladerdeegrandje omheen zit. En een kersenconfituur erbovenop. Is perfect voor op een borreltje met bijvoorbeeld een dessertwijn die we hier hebben. Dat is de Colle del Rey, die u verderop in ons wijnpad zou kunnen vinden. Is perfect met een zoete wijn. Is ook een port bijvoorbeeld was er erg goed bij. In combinatie met een kaasplank. Ja, laat zien wat mensen voor kaasjes op een kaasplankje kunnen zetten. Want hier heb ik dan bijvoorbeeld de camembert met vijgenchutney en granaatappel. Nou, die vind ik heel lekker persoonlijk, dus dat is goed. En ik heb ook nog camembert met gezouten karamel erbovenop en amandelen. En zo kan je de feestdagen een beetje opleuken. Hier staan we bij de truffelstand van Tartufo di Paolo. Tartufo di Paolo is een klein ambachtelijk familiebedrijfje uit Umbrië, gevestigd in het dorpje Spello. Het is een exclusief merk van de Sligro. Wij leveren zowel verse truffel bij de smeding, worden twee keer in de week ingevlogen na seizoen. Maar we hebben ook een complete lijn van verschillende derivaten, zoals truffel salsa, truffel honing, truffel tapenades. Heel veel overheerlijke smaaksensaties met truffel als basis. Met truffel maak je alles speciaal. Het is... Truffel kan net de topping zijn dat een heel mooi diner iets heel speciaals en onvergetelijk kan maken. Dat is het bijzondere wat de truffel ons kan bieden. En het mooie van deze lijn is dat wij geen conserveringsmiddelen gebruiken en een hoog percentage aan echte truffels. Dus vaak is het zo dat je kijkt dat er groot truffel op het etiket vermeld staat. Maar van deze lijn mag ik zeggen dat er ook echt truffel in zit. En daarin kunnen wij ons onderscheiden. Nou, ik heb nu een gerechtje van gepekelde varkenslenden. Het is bereid als een rosbief op de green egg. En ik schenk erbij een colpassa wijn uit Sicilië, Italië. Van de Nero d'Avola-druif. Dus het past goed, zou ik zeggen. We kunnen heel veel adviezen geven aan mensen. Voor vis en voor vlees. Ik heb hier ook een schitterende mooie witte wijn. Dan een Chardonnay, Viognier en Sauvignon in het assortiment. Schitterend bij mooie visgerechten. Ook daar de rode van. Mooi bij wild. Alle soorten wild eigenlijk. Zou je hem wat vriendelijker willen? Dat je fazant en dat soort gevolgen gaat kijken. Dan kunnen we eventueel naar de Italianen toe. De ripasso's. We hebben een klein beetje chocoladetoontje. En krentjes in het assortiment. Ik zou zeker met uw verlanglijst langskomen voor eventueel wat wijnadviezen. U bent van harte welkom in Sligro Leiden. We hebben nu de drie feestinspiratiedagen, maar we hebben het jaar door hebben we ook inspiratiedagen. Dat heeft helemaal te maken met welk seizoen het is en daarvoor nodigt Sligro ook heel graag uit.